Welkom bij mijn allerlaatste vlog van dit seizoen. In vlog 7 hiervoor heb ik al het eerste deel gedaan van jonge paarden. Vandaag doen we het tweede deel. Maar misschien is het ook wel even leuk om alle vlogs eens te herhalen wat ik gedaan heb. Ik heb van onderkussens geprobeerd wat uit te leggen. Over de bomen, wat er eigenlijk in een zadel zit. Hoofdstellen, singles zijn aan de bod gekomen. Eigenlijk de meeste onderdelen wat ik denk dat met een zadels of zadel passen en het paard te maken hebben. Voor het volgende seizoen ga ik weer op zoek naar nieuwe onderwerpen. Misschien dat ik het in iets ander jasje steek dan wat ik nu gedaan heb. Eens kijken of we dan nog wat meer informatie kunnen delen wat betreft zadels, het zadelpassen en het paardrijden eigenlijk in het algemeen. Mireille heeft in de vorige vlog al laten zien hoe je aan de hand kunt trainen om je paard al wat stabieler te krijgen. Voordat je het überhaupt als rijpaard gaat gebruiken. En in deze vlog wil ik meer laten zien wat voor zadels je gaat passen. We gebruiken dan de zadels die er op dat moment beschikbaar zijn. Om te kijken of we daar een begin mee kunnen maken. Want voordat je er überhaupt gaat opzitten is het toch wel handig om met materiaal natuurlijk te beginnen wat er beschikbaar is. In plaats van meteen met nieuw te beginnen. Dat is gewoon nog helemaal niet mogelijk. Waar het denk ik om draait bij een zadel voor een jong paard is dat je eigenlijk het niet anders kijkt dan naar een paard die al volwassen is en wel onder de man is. Het gaat nog steeds om schoudervrijheid, schoftvrijheid, balans, stabiliteit en de lendenpartij die vrij moet liggen. Maar daarnaast is voor een jong paard natuurlijk ook wel de handigheid van de ruiter heel erg belangrijk. Heb je een iets instabiele zit of nog een onrustige hand, is voor de jong paard het natuurlijk niet altijd heel erg bevorderlijk om goed te snappen wat je van hem vraagt. Daar krijg je vaak ook kettingreacties van. Dat als hij een keertje schrikt of verkeerd ruggebruik en je zit instabiel met je handen, dan krijg je natuurlijk een soort kettingreactie, want daar schrikt hij weer van. Want dat kent hij gewoon nog niet. Bij een stabieler paard en een ouder paard kun je natuurlijk wat meer foutjes maken, zonder dat dat meteen echt het paard heel erg benadeelt. Dus denk nogmaals weer, die voorbereiding van jezelf, van het paard, dat heel belangrijk is. Heb je het idee dat je niet helemaal geschikt bent om een jong paard op te leiden, minimaal het eerste half jaar. Laat het dan gewoon aan andere mensen over, professionals die daar gewoon vaker mee hebben gedeeld. En weten hoe ze dat moeten aanpakken en wat ze verwachten kunnen. Tot zover eventjes de voorbereiding. Gezien de leeftijd van het paard moet je natuurlijk altijd wel rekening houden met bepaalde groei en ontwikkeling. Maar dit paard is al wel mooi heel uitgebalanceerd. Daar bedoel ik mee dat hij van voor naar achter eigenlijk een beetje hetzelfde is. Hij is niet heel erg sterk in de onderhals of dat hij helemaal zijn rug laat zakken of hele puntbillen. Eigenlijk alles heeft hij evenveel of even weinig bespierd. Maar het belangrijkste is natuurlijk eigenlijk zijn skelet en zijn houding. Als hij nu met een hele doorgezakte rug zou staan, helemaal in extensie zoals we dat noemen, dan is dat geen goed ruggebruik om een zadel op te passen. Ook natuurlijk niet andersom. Dus je wil eigenlijk dat hij gewoon vrij ontspannen horizontaal staat. En eigenlijk zo bij elk paard, ja, hij denkt ik gooi er meteen wat op, maar dat doen we natuurlijk niet. Ik begin gewoon vooraan. Ja, kom maar, is goed zo. Even de schouder voelen. Even de bespiering. Die voel ik gewoon even af of die ontspannen is, of er geen hobbels of bobbels in zitten langs de wervelkolom. Ik wil die gewoon zijn huid en zijn lijf gewoon een beetje loslaten. Ik voel meteen natuurlijk even de ribbenboog. Ik voel hier wel een soort iets uitsteken, dus daar hou ik wel even rekening mee of dat een rib is of iets anders. Dat maakt me niet zoveel uit. Ik ga in ieder geval voel ik een soort afwijking hier, waar ik natuurlijk niet wil dat hij onder het zadel daar last van heeft. Het is rechts, ik wil meteen even zien of dat ook links is. Vaak zijn de bespiering tussen links en rechts altijd wel afwijkend. Is verder helemaal niet erg. Wij zijn ook allemaal, meeste mensen, rechtshandig. Dus onze bespiering in onze armen is ook anders. Maar het kan natuurlijk wel van invloed zijn op een zadel, hoe dat gedragen wordt. Hij vindt mij nog niet helemaal klaar. Nou, hij heeft hier iets minder dat bobbeltje. Wat het is, weet ik niet. Ik kan niet erin kijken, maar ik weet wel, alles wat onder dat zadel ligt moet gewoon egaal zijn. Even een vrij lang doorlopende schoft. Dus dan moet je natuurlijk ook met een zadel rekening houden dat het niet de boom te kort alweer naar beneden gaat, waardoor die hier geen ruimte heeft. Stand voor de schouder is vrij normaal. Kan die erop, Marije? Ja, dat is het, denk ik.
Ja, waarom ik dat eigenlijk even vraag is dat dat dan even de aandacht erbij is. Ja. En vooral met een jong paard, zodra ik natuurlijk naar de rug keer, heb ik het paard niet altijd meer in de gaten. Dus vind ik het fijn als iemand aan de voorkant gewoon het paard in de gaten houdt, zodat we allemaal veilig kunnen werken. De eigenaresse van dit paard heeft gevraagd dit zaal te bekijken of dat geschikt zou kunnen zijn om mee te beginnen straks, als die zover is. En dat ben ik eigenlijk nu aan het doen. Dit zadel had ze van haar vorige paard. Het is een dressuurzadel. Bij een jong paard moeten we wel wat rekening houden dat het niet al te geforceerd ligt. He, dus als er heel veel wrong is en een hele diepe zit, dan is eigenlijk een beetje de vrijblijvendheid, de vrijheid van dat paard wat meer beperkt. En daar kan hij natuurlijk ook op reageren. Dus het is niet altijd gezegd dat elk zadel van een ander paard direct erop kan. De stand van de boom is wel goed. Hij ligt hoog genoeg boven de schoft. Zou ietsjes ruimer mogen. Langs de wervelkolom voelen. Ook tot diep in het zadel voelen of daar ruimte genoeg is. Nou is dit wel een zadel die vrij lang doorloopt. Dus dat komt voor zijn schoft wel uit. Dan natuurlijk onder het zadel om te kijken of die drukverdeling van die ruiter straks onder die kussens evenredig wordt verdeeld in een horizontale balans. Nou, hier die aanhechting weer met die ribbenboog voel ik die best wel dat kussens wat breed liggen. De lengte gaat wel goed. De wervelkolom ligt wel vrij. Maar als ik hem zo een klein beetje duw, denk ik dat hij een klein beetje naar voren komt te liggen naar de schouder toe. De stoten komen halverwege de voorboom eruit. Daar kijk ik altijd even naar dat op het moment dat je gaat aansingelen, dat dan de druk hier op de schouder, maar ook hier, niet te hoog wordt. Er zit een behoorlijk blok op. Dus die zou natuurlijk toch wel als een soort tang kunnen werken. Vooral voor jonge paarden die juist eigenlijk die schoudervrijheid moeten gaan leren gebruiken voor hun balans. Dat die dan niet al meteen beperkt worden erin. Dan loop ik even naar de andere kant. Ja, ook hier ligt hij eigenlijk net iets tegen die schouder aan te drukken. En dan zou je zeggen, nou dan leg je hem toch een beetje naar achteren toe. Maar dan duikt hij eigenlijk achter de schouder en is hij echt achter te lang. Dus ik moet hem een beetje naar voren gaan zoeken. Wil ik hem achter niet te lang hebben, dan hangt hij eigenlijk al op die schouder. Stoten komen nu wel tegenover de singel uit. Maar ik weet niet of dit voor dit paard, vooral rechterschouder, een prettig uitgangspunt is. Dus eigenlijk vind ik dit zadel al te massief, te groot voor dit paard. En hier ook weer. Ik zou Linda van Diepen toch eens willen vragen of zij misschien weet wat dat is. En of ik daar echt ook rekening mee moet houden. Met een zadel of dat kwaad kan als dit daar iets tegenaan zou komen. Dus de balans is eigenlijk wel goed, maar ik vind hem eigenlijk hier bij de schouder, je ziet het eigenlijk al, ik kan niet mijn hand ertussen krijgen. En als ik hem met mijn hand achter de schouder leg, dan ben ik mijn eerste paar vingerkootjes al dichter al onder. En ook als ik hem aantrek, zie je hem hier eigenlijk ook al een beetje blokkeren. We gaan even op zoek naar een andere zadel. Nou heb ik de Lauries van Anja. Want zij gaat waarschijnlijk ook beginnen om met dit paard te rijden over een tijdje. Ligt in ieder geval wat vrijer al achter je schouder. Wordt wat meer gedragen. Het zijn foamkussens, dus het ligt wel wat lager. Stoten komen in ieder geval in de goede richting uit. Het zwaartepunt ligt iets meer voorin. En eigenlijk is dat voor een jong paard wel wenselijk. Dat je niet te veel belasting geeft al achterin. Ook hier moet ik even weer het contact bekijken. Nou, dat vloeit mooi af. Het laatste stukje vloeit zelfs helemaal af. Nou, dat is ook wel nodig. Anders zou het zadel gewoon te lang zijn. Even weer de ribbenboog. Daar ligt hij ook vlak. Hij ligt in ieder geval mooi stabiel. Schoftvrij, achter de schouders. En het zwaartepunt een beetje voorin. Hij sluit dus hier niet helemaal aan. Maar er zit ook geen gewicht op. Maar in dit geval, nogmaals, vind ik dat niet zo heel erg. Dus ik denk dat we dit eerst eventjes, het moment dat het paard eraan toe is, moeten gaan bekijken hoe hij hier op reageert. Zoals jullie in de filmpjes met het zadel pas gezien hebben, hoeft dus een zadel niet perfect te liggen om toch wat meer geschikt te zijn als uitgangspunt. Daarbij wil ik wel even excuus maken, want op bepaalde momenten keek ik een beetje tegen de zon in en ook naar de camera en kwam ik heel streng over. Het is wel dat ik mijn werk altijd heel serieus neem, vooral met paarden die nog niet zoveel gewend zijn. Maar toch mijn excuus daarvoor, ik zal het allemaal wat proberen wat luchtiger te houden.
Daarbij heb ik ook tijdens zadelspassen vond ik een beetje een hard plekje langs, zo langs de ribbenboog, aanhechting langs de wervelkolom. En ik heb Linda Verdiepen gevraagd, de dierenarts die ook Mats behandelt, om daar toch even naar te kijken. En zij zegt dat kan inderdaad een verkleving zijn van spieren of weefsel in dat segment. Ze zal er wat verder naar kijken, maar en moet misschien natuurlijk verder onderzocht worden en behandeld. Maar het lijkt op dit moment geen aanleiding dat er geen zadel op kan. Bedankt voor het kijken, allemaal. Ik hoop in het volgende seizoen weer terug te komen. Nogmaals, ik ga eventjes rustig over nadenken. Aan de hand van jullie voorstellen die ik wel heb gekregen. Om over te vloggen, bijvoorbeeld onderleggers. En ik kijk wel wat meer naar wat ik in de praktijk te zien krijg. Misschien is dat wel wat leuker. Het zullen misschien wat kortere filmpjes worden. Maar in ieder geval graag tot een volgende keer.